Ja, hartstikke leuk dat het georganiseerd wordt. Ook lekker dat het mooi weer is. Lekker een hapje drankje erbij. Dus onze dag kan niet meer stuk. Hij beseft al een beetje wat er is gebeurd. Hij heeft net op een politiemotor gezeten. Vond hij geweldig. Maar ik merk wel dat hij het ook een heel klein beetje spannend vindt. Want het is de eerste keer voor hem. Eerste keer voor ons. Dus... Ja, de Zwaailichten Dag. Een aantal jaren al succesvol in onze stad. Die organiseren we om meerlei redenen. Op de eerste plaats natuurlijk dat opa en het kleinkind naar de ambulance, de brandweer, het GOC-Parkstad, het Rode Kruis en alles met een lamp op de auto kan komen kijken en overal mag aankomen en mag meedoen. Een andere reden is respect en waardering voor de hulpverlener. Want die heeft het tegenwoordig moeilijk om zijn werk uit te voeren en dat willen we met deze dag ook aantonen. En een derde reden is, iedere branche is op zoek naar personeel en dat geldt net zo goed voor de brandweer als voor de ambulance, als voor alle anderen. Dus dat valt mooi samen en ja, toeval bestaat niet. Keizerwetter tijdens de Zwaailichte Dag is inmiddels een blijvertje en dat willen we zo doorhouden. Ja, mijn naam is Linda en ik ben vrijwilligster bij Stichting Wensambulance. En wij verzorgen de laatste wensritten voor patiënten die terminaal ziek zijn of chronisch ernstig ziek. Naar ja, een rit wat hun zelf graag willen. Dus als er iemand is die graag met de familie een dagje naar het Gaia-park wil, dan gaan we met de auto, met de verpleegkundige zorg en begeleiding en een chauffeur. Ja, wij staan eigenlijk gewoon om onszelf een beetje te laten zien en daar de kinderen wat te leren en ook mensen wat folders uit te delen, uitleg te geven over hulpverlening. En natuurlijk staan we ook hier voor de veiligheid. Hallo, ik ben het Ria van het Arriva. En ze hebben mij geschikt, hè? Want ik sta hier vandaag op de markt, ja, in Kerkrade. Maar ja, er ligt geen rails, hè? Er liggen nog geen rails. Dus daar kan geen trein komen. Dus wij hebben ons eigen feestje op 21 september. Hij op het station in Kerkrade hebben ons eigen feestje van het Arriva. En dan zeg je maar dat het Ria je geschikt hebt, hè? Zwaar. Was het zwaar? Dat was zwaar, ja. Heel zwaar. Ja, zou je dan nou kunnen voorstellen dat die mannen daar mee moeten rennen? En dit weer niet. Dat is behoorlijk zwaar als ze daar weer mee moeten rennen. Ik bedoel, dan heb jij alleen een t-shirt aan. Ja. Dan hebben ze dan onder een flinke wat bepakking. Je denkt er nu anders over als je Als ik het zo zie, wel, ja. Als je de film ziet en zo, denk ik het valt wel mee, maar... Je had ook een automatisch vuurwapen in de handen. Ja, MP5 was dat. Een MP5. Ja. Ooit in de handen gehad? Een alleen airsoft. Nee, alleen airsoftwapen, maar geen echte. Geen echte, nee. Maar in dit geval was het wel een echte. Dit was wel een echte, ja. Ja, hoe voelde het? Ja, ook zwaar. Zwaarder dan ik had verwacht dat ze zijn. Hey, mijn naam is Pierre Niesen. Ik kom uit Aken, van Aken. Ik werk voor de politie van Aken en we zijn vandaag hier op de Zwaailichtdag present. Omdat we een hele goede coöperatie hebben en de grenzen zijn voor ons voor het moment niet daar. We werken samen waar we kunnen en dit is een mogelijkheid om ons ook te tunen in Nederland. Ik vind het heel, heel mooi. Omdat we de kleine, jonge mensen ook kunnen bereiken en die op één dag ook voor ons misschien gaan werken. Mag niet uit op welke kant van de grens, maar voor de politie en dat vind ik dus heel mooi. Ik voelde dat. Ik heb ook begrepen dat jullie dit jaar een jubileum hebben. Ja, inderdaad. Vertel eens. Ja, nou, in september volgende maand bestaan wij 10 jaar. En ja, dat moet natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. En wij willen, ja, wij vragen eigenlijk nooit iets voor onszelf. Hè, want heel de stichting is puur vrijwilligerswerk. En ja, wij bestaan van donaties. Maar deze auto heeft al heel wat kilometers erop zitten. En wij willen heel graag een andere auto aanschaffen. Dus ja, alle kleine beetjes helpen. Dus als mensen zich... Dus iedereen kan doneren als je ja, dat zeker. Als ze naar de Facebookpagina van Stichting Wensambulance gaan of de internetpagina, dan is daar een knop om te doneren.
En ja, elk bedrag is van harte welkom. Iedere euro. Iedere euro telt, ja, absoluut. Dat is een goed doel.